Ik zit hier in Middelburg te wachten op Tom Lanois, de schrijver van Fort Europa. Het is een boek, maar vooral ook een toneelstuk. Ik lag me nog altijd te pletteren om de teksten. Wat in september door het Matser Theatergezelschap gespeeld gaat worden. En we gaan met hem praten over dat toneelstuk, over Europa, over de Europese Unie en over de Europese cultuur. Niet zeggen van ja, de Europese cultuur. Dus ik denk dat het een heel spannend, maar ook heel gezellig gesprek gaat worden. Meneer Lanois, ik ging het lezen, zowel het boek als het toneelstuk. Ja. En het gekke is, terwijl u het 14 jaar geleden heeft geschreven, dat het nog steeds voelt alsof het gisteren geschreven is. Ja. Te veel van die dingen zijn nu gruwelijk werkelijk geworden. Ja. Het is het ene moment heel ernstig, het volgende moment totaal absurd, het volgende moment hopelijk hilarisch, het volgende moment tong in cheek. Vragen opgooien aan de groep die op dat moment het publiek zal uitmaken. Dat is wat er veranderd is. Europa is geen kolonisator meer, waarbij kleine landjes als België of Portugal heel grote stukken van de wereld kunnen koloniseren. Nee, we zijn een lappendeken, niet meer in staat om te concurreren met de grote entiteiten van de wereld, politieke en andere. Ik denk dat Europa niet meer zo goed kan organiseren, omdat het dat zelfbeeld zit nog altijd in de 19e eeuw. Een lappendeken van naties. Extreem rechts zegt, spreekt letterlijk van een Europa van de naties. Ja, dat is geen Europa. Nee. Dat is een lappendeken. Als je als ondertitel Hooglied van Versplintering hebt, moet het ook een splinterbom zijn wat de tekst betreft. Dus je krijgt grote monologen die apologieën zijn, die stuk voor stuk voor iets heel Europees staan. Ja. Per persoon, dat zijn grote metaforische figuren. En daartussen zitten waanzinsdialogen van gek worden de Europeanen. Het is meestal, zonder dat ik het vraag, wordt er ook muziek bijgebracht. Omdat het muziek niet alleen de zeden verzacht, maar ook de wonden enigszins balsemt. Ja. Op de manier waarop Europa het zo goed kan. Daar zijn we ook sterk in. Oude hoeren en prachtige muziek maken, maar ook van taal. Europa is geen continent, maar Europa is een cultuur. Kijk, het eindigt niet toevallig met drie oude hoeren. Nee. Die volgens mij, dit is het echte basis van Europa. Het is een matriarchaat, daar ga ik dan vanuit. Ja. En die komen doen waar wij het meest sterk in zijn. Dat is van hun beroep een werkwoord maken, oude hoeren. Ja. Maar tegelijk, af en toe, raken die echt wel de essentie. Jazeker, die zijn heel inhoudelijk. Maar dus uiteindelijk als publiek, en dat is Europa, en dat is misschien dan die cultuur, en dat is dan theater ten top, word je als publiek uitgedaagd van ben je het er nou mee eens of niet? Europa is één natie met verschillende culturen. En niet zeggen van de Europese cultuur, daar hebben al veel Europeanen het moeilijk mee. Het accepteren dat het kan. Dat je toch een overkoepelende identiteit kan bestaan, terwijl toch zoveel verschillende culturen en identiteiten bestaan en dat je dat vervolgens echt omzet in structuren. En we wouden toen al iets maken dat begon echt op gang te komen. De massamigratie, immigratie en het feit dat er een probleem van gemaakt werd groter dan het werkelijke probleem. Dus het politieke misbruik ervan. We moeten eigenlijk schrijven over de Europeanen. Ja. Niet het fort wat mensen buiten houdt, maar het fort wat gebouwd wordt door mensen die vervolgens gek worden binnen die muren. Ja. Er wordt altijd om de nieuwe mens geroepen wanneer de nieuwe orde begint. Ja. Dus telkens weer krijg je grote filosofieën die zeggen de mens is maakbaar. Ja. Of de Nederlander is blijkbaar maakbaar door middel van een kanon, of de Vlaming, of de Belg, enzovoort. Lijkt het alsof het een politiek-filosofisch crematorium soort van pamflet is, maar er moet ook altijd gelachen worden. Ja. Als je heel veel hebt, is het heel makkelijk om met jezelf te lachen. Ja. En dat zit er natuurlijk dan ook in. De definitie van een Europeaan is dat hij tegen de rest van de wereld zegt, luister eens hier jongens, wij hebben uitgevonden dat iedereen gelijk is en daarom zijn wij superieur. Is er niet een boodschap die u graag wilt meegeven aan het publiek? Een bloem die geplukt moet worden?
dat we voorbij het stadium van het oude hoeren moeten komen en ook af en toe werkelijk moeten die grote vragen in de ogen durven kijken. En ook dat we, als er dan één ding is, de angst niet nog eens laten opkloppen en misbruiken. Wat nou als u Europa moet verlaten? Want er zijn allerlei personages. Als ik dat zou moeten doen. Ja, er zijn allemaal personages in toneelstukken in het boek die aangeven wat ze zouden missen. Ja. Wat zou als u één ding mag meenemen? De kunst met alles wat daar rondhangt. Ja. En dat je wel de vrijheid hebt om te kunnen discussiëren. Wezen het in de kunst met een toneelstuk als dit. Mensen als jij en ik, we staan toch in een lange traditie van altijd kritisch blijven. Ja. Dat is toch iets wat ik ook mee wil nemen. Ja. Ja. In de naam van Europa probeert men in mijn ogen een groot deel van Europa juist te castreren en te amputeren. Ja. Dat moeten we niet tolereren. Rijmen. Allitereerd, rijmen. In het boek noemt je het ook dat we bijvoorbeeld de wetenschap gecastreerd hebben. Ja. Dat we daar geen geloof meer in hebben. Ja. Wat doen klimaatontkenners? Die zeggen tegen 6-97% van de wetenschappers in. Ja. Klopt allemaal niet hoor, wat ze zeggen. Ja, dan, dat is toch een van de beste bewijzen van dat alles altijd ook totaal absurd kan worden. Ja. Amerika is toch een soort infantiele versie van onszelf. Ja. Vinden we nog altijd. Ja. Het wordt ook genoemd in het toneelstuk het mislukte experiment. Ja. Ja. Zo kijken we veel Europeanen, toch nog altijd niet helemaal volwaardig, toch nog altijd een versie van onszelf. Ja. En dus is Trump dan de volmaking van dat mislukte experiment? Ja, dat is absoluut wel mislukt. Ik vrees dat we in die tijd leven, dat de oligarchen en de sterke man met de sterke hand en de grote bek, dat die het op dit moment qua model aan het overnemen zijn. Ja. Prettige analyse. Nee, klopt. Nee. Ja, we kunnen wel nog altijd goede cartoons maken erover. Jullie Rutte, ik zal hem maar bij Trump die van ons bij Iran of zo. Ja, wat gaan ze zeggen? En dat is toch een klein duimpje. Ja. Dat is toch manneke pis naast de Niagara watervallen. Die zegt van we maken samen nogal een gedruis, weet je. Dat is zielig eigenlijk soms. Ja. Al die verschillende landjes. Ja. Dan. Er moet meer samenwerking. Ja, er moet een echt Europa komen. Ja.